Goedemorgen. Het is weer een plezier om hier te mogen zijn. Mijn collega Sevinka staat op uw uitnodiging, maar die had een voorspelbaar probleem, privéprobleem vanmorgen. Dus hij heeft mij verzocht om dat over te nemen. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Ik zou willen beginnen met een paar opmerkingen. De eerste is, de Tweede Kamer heeft een anderhalf jaar geleden de wens uitgesproken dat de Nederlandse bank en bankiers en banken een cultuurverandering moesten ondergaan. Dat moest geregeld zijn op donderdag 4:15, had ik de indruk, zo werd het ongeveer gepresenteerd. Dus ik ben toch blij dat ik vanochtend mijn echte baas heb mogen ontmoeten, meneer Zijlstra. Ik dacht dat dat de minister van Financiën was, maar bij cultuur bent u het toch. Het tweede, wat ik eigenlijk wil zeggen, de vragensteller daarnet had het grootste plek. De overheid bezigt een aantal conventies, daar moeten we even aan wennen. Ik zal u er een paar geven. De schuld wordt uitgedrukt als een percentage van het bruto nationaal product. Dat betekent dat in ondernemerstermen dat je een balanspost vergelijkt met een opbrengstpost. Dat doen we eigenlijk niet, maar dat werkt wat verhullend. De begroting gaat niet over de totale rijksuitgaven, die zijn groter. En bezuinigen, dat is een interessante term. Tot nu toe is er helemaal niks bezuinigd, daar heb je het grootste gelijk in. Tot nu toe is er minder meer uitgegeven, dat is de definitie van bezuinigen. Dus de 16 miljard die dan bezuinigd zijn, dat zijn toekomstige uitgaven die omgebogen zijn, maar er is nog geen cent bezuinigd, heel weinig althans. En dus u hebt het grootste gelijk van de wereld. Het ligt vooral op een lastenverlaging. Dat is overigens geen slecht nieuws op zich. Dat is natuurlijk lastig als je het moet betalen. Maar het derde wat ik u wil zeggen is, we vergeten soms dat het belangrijkste exportproduct van Nederland het Calvinisme is. Ik had daar met mijn buurman nog een interessante visie op. Toen ik dus vanochtend de Volkskrant las, en gisteravond de NRC, wat me dan toch opviel, is de extreem sombere toonzetting die daaruit spreekt. Daar is alle aanleiding toe, maar er is minder aanleiding toe dan we soms denken. En een van de dingen die ik vanochtend zal proberen te doen, is toch eigenlijk aan te geven dat er best een aantal lichtpunten zijn. En als ik soms hier wat cynisch ben, want dan ben ik er dus ook wel over een aantal dingen, dan moet ik daar maar proberen door heen te kijken. Het staartje hier geeft een producentenvertrouwen uit de Verenigde Staten en de Duitse IFO-index en een Chinese index weer. En in wezen zijn dat allemaal substituten voor het producentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen. En dan ziet u dat dat toch eigenlijk van een hoogtepunt in 2009-2010 een enorm diepe val in september 2008. Dus toch weer wat naar beneden aan het tenderen is sinds 2011. Dat is de beroemde tweede dip, de second dip, die ik zelf niet verwacht had. En waarvan ik eigenlijk het gevoel heb dat we daar wel een beetje tegen de bodem aan zitten. Bedrijven en banken, en dan met name buiten Europa, staan er een stuk beter voor dan in 2008. Er wordt geen mondiale recessie verwacht. Daar hebben de Amerikaanse verkiezingen denk ik ook wel wat mee te maken. De prijzen van grondstoffen zijn aan het dalen, dat is natuurlijk ook logisch. Voorraden van een hoop bedrijven zijn zijn toch ook gedaald, dus met andere woorden, dus wordt nu wat meer geproduceerd. De eurocrisis is minder acuut en goed bekend, dat mag ook wel naar 17 euro toppen, maar van 7 toppen door toppen, kunnen er minstens 18 zijn naast het plus. De indruk bestaat toch dat er langzamerhand wel wat consensus begint te ontstaan over wat de richting van oplossingen is. Alleen daar zit een enorme hoeveelheid politieke en moeilijkheden in en toch ook heel veel wantrouwen bij de bevolking. De waardering in de financiële markten zijn lager, zijn gezakt. Dat is op zich goed nieuws. Dat betekent dat het aantal beleggingen weer wat upside begint te doen. En beleggers, met name institutionele beleggers, zijn nog heel voorzichtig. Dus een heel genuanceerd beeld, maar een volstrekt ander beeld dan u in 2008 en 2009 zag. Het is nu echt een politiek probleem.
U ziet bij de, met name aan de ECB, ziet u dat de ECB heel duidelijk aan het zoeken is wat ze kunnen doen. Daar wordt echt monetair gefinancierd. U hebt wellicht gezien dat de Amerikanen een zogenaamde QE3 gedaan hebben, quantitative easing nummer 3. Dat is eigenlijk het gewoon het bijdrukken van papier. Men is daar niet bang voor inflatie op dit moment. En men zegt dus die stimulus is nodig. In Europa is het ook duidelijk dat de lage rentestanden die we kennen, en u vergeet, u moet marges van banken en lage rentestanden niet door elkaar halen. Ik heb die neiging ook wel eens, maar om andere redenen dan nu. Hebben we toch ongekend lage rentestanden en de verwachting is dat zeker nog een tijdje door zal gaan. Wat u hier in dit staatje ziet, dat zijn eigenlijk gewoon de rentes op de 10-jaars staatsobligaties van een aantal Europese landen. En u ziet eigenlijk, als u helemaal naar rechts van het staatje kijkt, dat de verschillen tussen de landen die helemaal onderin zitten, Duitsland en daar vlak boven Nederland en België en Oostenrijk, en de, met name de Zuid-Europese landen en Ierland, dat verschil toch aan het verkleinen is. En dat is denk ik op zich heel goed nieuws. Nou, het wordt toch nog een heel spannend jaar. We hebben dit jaar, 2012, is een jaar wat gekenmerkt wordt door enorme eigenlijk een golf van verkiezingen. Je ziet dat in Frankrijk gezien natuurlijk. Duitsland komt volgend jaar verkiezingen aan. Nederland weten we natuurlijk. In oktober hebben we een machtsoverdracht in China. Er zijn twee verkiezingen in Spanje, begin oktober. We hebben een race tussen meneer Romney en meneer Obama. We hebben niet te vergeten dat in 1 januari lopen een aantal fiscale maatregelen in Amerika af. Dat gaat over een bedrag van ongeveer $500 miljard. Als er geen overeenstemming komt tussen de Republikeinen en de Democraten, dan worden die belastingverlagingen in één klap afgeschaft. Dus dat betekent dat er $500 miljard uit de economie gehaald wordt. Daar is denk ik voor de verkiezingen geen enkel zicht op. Maar na de verkiezingen moet dat heel snel opgelost worden. Dus dan praat je over waarschijnlijk een reële periode van 3 tot 4 weken. En we hebben de uitwerking van het ECB-toezicht op de financiële sector, waarbij de ECB voorgesteld heeft op 1 januari 2013, of de Europese Commissie om precies te zijn, een aantal banken onder centraal toezicht komen. Dat is een niet-reële tijdsplanning, maar het geeft aan dat het gevoel is, dat gevoel van urgentie wel degelijk heerst. Nou, dat doe je allemaal tegen een achtergrond die nog niet zo eenduidig is. Je hebt de rentespread ten opzichte van Duitsland blijft hoog. Ja, hij convergeert zoals ik u dat niet zie, maar hij blijft te hoog. Ik kan u overigens daar nog wel fantastische verhalen over vertellen. Als een land als Griekenland of Spanje, die vroeger met veel plezier 8 of 9 of 10% op zijn pesetas of zijn drachme betaalde, de verlaging van de rente op haar staatsleningen als gevolg van de invoering van de euro gebruikt had voor het terugbetalen van de staatsschuld, dan was die staatsschuld in beide landen inmiddels 0 geweest, even voor de goede orde. Dus dat is geïnvesteerd in de economie en dat heeft geleid tot die bubbels. Dus het is wel degelijk een monetair probleem. Consumentenvertrouwen is nog steeds laag, maar is een stuk beter dan eigenlijk toch weer in 2009. De ontwikkeling van de aandelenmarkt is eigenlijk positief. Je ziet hier juni 2012, maar gisteren is die gesloten op dag 3,37, dus iets hoger. Aandelenmarkten, dat zijn eigenlijk markten met een hele fijne neus. Er zit natuurlijk heel veel volatiliteit in. Je ziet ook dat die volatiliteit afneemt en die fijne neus geeft toch vaak een hele voorlopende indicatie van een herstel. Ik kijk altijd met veel plezier naar de ontwikkeling van de markten als een indicator voor, laten we zeggen, de toekomst. Een soort forward, maar ik begrijp dat meneer Wijfels alle derivaten afval schaffen. Dus dat was een grapje voor bankiers, maar goed. Nou, het heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de financiële sector, dit allemaal.
Banken worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen. Ik kan u daar wel een indicatie voor geven. Gemiddeld bij de Nederlandse grote banken zijn de kredietvoorzieningen ongeveer 50 basispunten. Een 0,5% van de totale opbrengst. Dat is op dit moment ongeveer 1,5%. Dus ongeveer 3 keer zo hoog als normaal. Dat zal nog wel even doorgaan. En dat zit met name in bepaalde sectoren in het Nederlandse MKB. Met name het kleinere MKB, die Wim Bouwweg even aangehaald. En dat zit heel nadrukkelijk in het vastgoedsector. En daar met name in de commerciële vastgoedsector. En dat gaat ook nog wel even door. Banken worden geconfronteerd met een ongelooflijk vele nieuwe regelgeving. Nou, dat is niet onlogisch. Dat is natuurlijk eigenlijk ook heel terecht in een aantal gevallen. Maar veel van die regelgeving is snel gemaakt zonder goed te zien wat de consequenties zijn. Dat betekent dat banken eigenlijk hun kapitaal ongeveer moeten verdrievoudigen binnen in een recessie. Daar komt het op neer. Als we dat allemaal met ons volle verstand hebben besloten, en ik denk dat dat besloten is, dan is dat zo. Maar dat betekent wel dat het snelste creëren van kapitaal doe je door je balans terug te brengen. Dus dan creëer je geen kapitaal, maar dan verhoog je je kapitaal als een percentage van je balans. En dat betekent dat je minder krediet verleent. Dat doe je niet graag. En je begint met datgene eruit te slopen wat niet echt de kredietverlening is en wat niet echt je klanten raakt. En ik kan u een voorbeeld geven. Deutsche Bank. Altijd veilig om over een Duitse bank te praten. Niemand houdt daar namelijk van. Maar Deutsche Bank die heeft uit haar balans aan vrijwel alle derivaten voor eigen posities gesloopt. Dat is ongeveer de omvang van ING Bank Nederland die uit de balans van Deutsche Bank gehaald is. Dat is het eerste wat je doet. Hè? Dus, en dan pas dan kom je aan de kredietverlening. Dat zie je dus nu, dat dat gaat gebeuren. En als u zegt, banken geven mondjesmaat en met grote tegenzin krediet, dan hebt u denk ik het grootste gelijk van de wereld. Er is ook nog een slag om spaargeld aan de hand. Kapitaalmarkten zijn dicht, met name Nederlandse banken zijn erg afhankelijk van de kapitaalmarkten. Dat komt omdat wij hypotheken verstrekt hebben met langlopende rentes. Dat betekent dat we in Nederland relatief hoog spaargeld hebben. Vergelijkt u dat met Duitsland en België, dan krijgt u voor deposito op spaargeld 3 maanden. In Nederland boven de 2%, in Duitsland en België is dat beneden het 1%. Dus je ziet wat die spanningsvelden opleveren. We zitten in het financiële sector zit enorme onzekerheid over de woninghypotheken. Ook daar zie je dat de regelgeving fascinerend is. Het is vrijwel onmogelijk geworden om starters een woninghypotheek te geven. Uit voorzichtigheid kun je daarvoor zijn. Een heleboel andere redenen is dat misschien minder wenselijk. En ik denk dat dat soort zaken nog wel een paar jaar gaat duren voordat we dat doen. En dat betekent eigenlijk dat zolang er echt geen herstel van de financiële markt komt, en ik denk dat de aandelenmarkten wel een indicatie geven dat er aankomt, dat ook uit die bronnen niet al te veel moet verwachten. Dus met andere woorden, alles wat er gebeurt, zal gebeuren tegen een, laten we zeggen, een weerbarstige en een tegenstribbelende bankensector in de komende jaren. Ik denk dat u daar in uw bedrijfsvoering rekening mee moet houden. Dan zou ik graag even een paar dingen willen zeggen over de rijksbegroting. Ik vond het een totale anticlimax. En dat is niet onlogisch. De eerste is het Europa-debat overheerst zo en alles wat er gebeurt. En alles waar het over gaat eigenlijk over overdracht van bevoegdheden naar centrale Europese instellingen. En het is dan, denk ik, zo langzamerhand niet meer de vraag of, maar het tempo waarin en de hoeveelheid die er gaat gebeuren. En dat plaatst, denk ik, zo'n begroting ook in een ander licht. Het fascinerende is in de begroting, ik heb het echt geprobeerd, ik heb gisteravond laatst eens gekeken, maar ik kon echt niet vinden in die begroting wat wij nou afdragen. Aan Brussel. Dat staat er dus niet in genoeg. Dat zit dus overal in verwerkt. En dat is dus weer een aparte post. Dus dat betekent dat je daar goed naar moet kijken.
Het wat me ook opvalt is natuurlijk, als je net verkiezingen gehad hebt en je doet dat vlak na een breed gedragen Koendersakkoord, dan ligt natuurlijk een heel groot gedeelte van die begroting vast. Dus het verrassingselement eruit, en als er dan een verrassingselement erin zit, dan wordt dat natuurlijk meteen getemperd doordat er onderhandeld moet gaan worden over een kabinetsformatie waarbij een aantal dingen weer op spanning gezet zullen gaan worden. Maar als er gezegd wordt, we zijn aan het bezuinigen, dan vraag ik u toch maar eens even goed naar dit staatje te kijken wat u hier ziet. Het geeft per kwartaal de overheidsuitgaven aan, dat is iets meer dan de begroting, dat is ongeveer 20 miljard die in provincie en gemeente zit. En dan ziet u eigenlijk dat er een heel klein beetje bezuinigd is in 2011 ten opzichte van 2010, dat is ongeveer 1 miljard. En dat eigenlijk in de huidige begroting, zoals die geprogrammatiseerd is voor 2012 en voor 2013, geen daling zit. Met andere woorden, bezuinigen is een relatief begrip. Als wij als ondernemers over bezuinigen praten, we zijn bij verlandsgroepen met een programma om te terugbrengen van onze totale kosten, dat is ongeveer 15-20%. Nou, zo zult u ook wel denken. Maar dat is buitengewoon lastig om dat hier te doen. Juist omdat er een aantal autonoom stijgende uitgaven zijn, waar wil je daar echt iets aan doen, je enorme hervormingen zult moeten doorvoeren. En dat zijn niet alleen hervormingen in de politiek, dat zijn hervormingen die geschaagd moeten worden door hoe wij met z'n allen denken. Hoe wij met z'n allen denken over hypotheken, hoe we met z'n allen denken over zorg, hoe we met z'n allen denken over overdrachten. Nou, dat kun je politici verwijten. En je kunt zeggen dat daar te weinig draadkracht aan is en blijft u dat vooral doen. Maar uiteindelijk is het de manier waarop we met z'n allen in dit land denken over die grote thema's die er zijn. En ik denk dat de verkiezingsuitslag aangeeft dat we daar heel verschillend over denken. En als je dan moet bezuinigen, en je moet dan bezuinigen in de overheidstermen, doe het dan via verhoging van de lasten. Dat heeft het meeste en het directe effect. En daar krijg je ook de meeste waardering voor in termen van bezuinigen. Een hervorming blijft altijd onzeker in zijn doorwerking, in zijn doorvoering en is per definitie wat meer op de lange termijn. Dat betekent niet dat ze niet moeten gebeuren. Tegendeel, maar op korte termijn iets doen kan alleen maar via lastenverhogingen. En dan is het ook weer verdampt fantastisch om te zien hoe het woordgebruik dan helpt. De forense tax is helemaal geen extra belasting, is het afschaffen van de faciliteit die we hebben. Hè? Dus het even goed nadenken. Nou, ik denk als ik gewoon kijk naar de miljoenennota, en ik heb dat snel in elkaar geflanst gisteravond, dat we te optimistisch zijn over een aantal uitgangspunten. Ik vind de inschatting van de export lichtelijk optimistisch. Onze productiviteit is aan het dalen. Onze productiviteit is ongelooflijk hoog, maar loopt tegen het einde aan van wat je nog kunt doen. We werken relatief kort en naar alle waarschijnlijkheid zal de productiviteit echt alleen maar kunnen stijgen als we bereid zijn onze werktijden aan te passen. Dat kun je gebeuren door langer te werken in je leven. Dat kan ook doen door langer te werken per dag of per week. Vreugdig geconstateerd dat de meeste van u hier al 's ochtends om 7:30 waren. Flexibiliteit van de arbeidsmarkt, dat is een thema wat daarbij zou helpen. Arbeidsmobiliteit, ontwikkeling, onderwijs, dat hoort hier allemaal bij. De zorg is een enorm probleem. Het is een autonoom stijgend iets. We worden ouder. We hebben een soort tussensysteem tussen marktwerking en een centraal gestuurd aanbod, budget systeem. Ik vermoed dat het buitengewoon moeilijk is voor een verzekeraar om efficiënt in te kopen. Ik weet niet of u gezien hebt wat Mensis aan het doen is, maar die zijn bezig met het geven van bonussen op gedrag, beïnvloeding van gedrag. Misschien dat het in die richting zit, maar zolang wij mensen in de zorg op prestatiegronden beloning blijven belonen, dan mag je ook verwachten dat de consumptie van zorg toe zal nemen. Een onderwerp wat naar de achtergrond geraakt is, maar wat je ook terugziet, is het hele vergrijzingsdebat. We hebben een lage werkloosheid, maar we hebben de hoogste ratio inactieve actieve. Met andere woorden, we hebben het probleem ook weer gedefinieerd. Dus
Een van de grote problemen in deze rijksbegroting zijn de overdrachten die er plaatsvinden. Ook dat stijgt hard. En zolang we niet herkennen en erkennen dat de vergrijzing, die in Nederland de hoogste van heel Europa is, dat we daar iets aan moeten doen, ook in die zaken, blijft die begroting stijgen. Aan de andere kant, we hebben in Nederland een systeem van kapitalisering van een heleboel van onze vergrijzingsissues. We hebben een gecapitaliseerd pensioensysteem. We doen vaak alsof dat een probleem is. Dat is een hartstikke goed systeem. Dat betekent eigenlijk alleen dat we onze schulden geprivatiseerd hebben en het sparen gecollectiviseerd. Je zou het liever andersom zien. Maar we hebben natuurlijk een pensioensysteem waar de rest van de wereld zijn vingers bij af zal likken. Laten we dat vooral gebruiken. En heel nadrukkelijk, de woningmarkt vraagt om duidelijkheid. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik hoop dat er dan in de komende kabinetsformatie ook een definitieve set afspraken gemaakt wordt over wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren. Wat daarmee gaat gebeuren, vind ik niet zo interessant. Dat er iets gaat gebeuren en dat dat vastgelegd wordt, lijkt me beter. En wil je echt mijlen maken op het gebied van de hypotheekrenteaftrek, dan zal dat niet kunnen zonder dat je de bestaande hypotheken bij je besluitvorming betrekt. Dat ruist tegen je rechtvaardigheidsgevoel in, maar dat is het enige wat effect heeft. Verder is er een paar kleine dingen over banken. Alle banken moeten onder in de visie van de Europese Commissie, maar ook in de visie van de ECB, onder toezicht komen van een centrale instelling. We hebben in Nederland traditioneel een Nederlandse bank gehad die en monetair toezicht hield en de banken onder toezicht hield. U kunt van mening verschillen of dat effectief gebeurde of efficiënt, maar dat was de regel. We hebben het monetair toezicht afgesplitst naar Europa. We hebben het toezicht lokaal gaan houden. Daar zit ook professioneel en vaktechnisch iets heel raars in. Banken zijn geldscheppende instellingen, kredietverlening is geldschepping. En dat kun je eigenlijk toch moeilijk loszien van het monetaire toezicht. Het grote probleem is als je toezicht centraliseert, dat betekent ook dat je een depositogarantiestelsel moet centraliseren. Dat betekent dat Van Lanschot de tekorten bij de cajas in Spanje moet gaan garanderen als je daar goed over nadenkt en andersom. Maar ik vind het eerst belangrijker dan het tweede, als je dat niet erg vindt. Maar dat vinden we natuurlijk niet leuk. Dus hoe los je dat op? Dan ga je dat vanuit een centrale overheid of centrale instelling doen, of ga je dat dan weer nationaal doen? En ik denk dat dat soort zorgen groot zijn. Ga je het toezicht op de banken centraliseren, dan geef je een enorm belangrijk instrument voor nationale toezicht, nationale banken uit handen. En ook dat zal denk ik een hele grote brug zijn die we politiek over moeten. Maar ik denk dat het gaat gebeuren en ik hoop dat het naar de ECB gaat en geen andere instelling wordt. We hebben in Nederland een heel divers bankenlandschap. We hebben een enorme concentratie op de drie grote banken, maar daaronder hebben we een redelijk goed verdeelde sector. Ik zou er buitengewoon voor willen pleiten dat bij al het geweld, ook bij de toezichten, dat we die diversiteit in het bankenlandschap zullen behouden. Dat hoeft niet een omvang te zijn, dat kan een specialisatie zijn. Wij zijn een gespecialiseerde bank, daar kunnen we goed van leven. We hopen dat we daar beter van kunnen leven, maar het feit dat je niet een hele grote bank bent, betekent niet dat je geen bestaansrecht hebt. We hebben nooit staatshulp gehad, we hebben het nooit gevraagd. En ik kan u verzekeren dat ik intens dankbaar ben dat ik het niet gehad heb. En dan gaat het er maar niet om dat ik niet kan leven met het kader wat daar geschapen is. Ik zou zelfs kunnen leven met sommige van de staatscommissarissen die daar zijn. Maar het feit dat je de vrijheid hebt om in je eigen bedrijfsvoering in te grijpen als ondernemer en als raad van bestuur en als raad van commissarissen, het kwijtraken van die vrijheid zou ook een ongelooflijk groot verlies hebben gevonden. En dat dat soms wat nadelen heeft, dat zij daar zo maar. Ik hoop toch eigenlijk dat een bank als Van Lanschot nooit in aanmerking komt voor staatssteun. Mag u opbrengen, meneer Zelstra. Dat schept dan ook verplichtingen. Dat betekent dat je zorgvuldiger en voorzichtiger moet zijn
dan als je denkt dat je die hand wel zou willen aannemen, betekent dat je voorzichtig moet zijn, een lager risicoprofiel moet hebben. Dat past dan ook bij een private bank. Dat betekent ook dat je goed moet kijken wat er in die internationale kapitaaleisen gaat gebeuren. De aard van ons bedrijf heeft een voordeel. Private bank heeft altijd wat meer kapitaal dan andere bank. Wij voldoen daar eigenlijk al jaren aan. En dan de laatste misvatting. Een private bank werkt uitsluitend voor nette Nederlandse mensen, het zogenaamde oud geld. Het aardige van oud geld is dat het snel opraakt. En het hele aardige van oud geld is dat het ooit nieuw geld geweest is. Hè. Per definitie is dat zo. 90% van alle vermogen van Nederlanders komt uit ondernemingen, komt uit nieuwe ondernemingen, komt uit relatief jonge ondernemingen, komt uit verkoop, generatieoverdrachten, heel vaak naar de volgende generatie die er zit. Dus wij noemen ons ook de bank voor de Nederlandse ondernemer en zijn onderneming. En wij zijn eigenlijk de enige die dat benadert vanuit de privépositie en de zakelijke positie. We proberen dat in één hand te doen. Nou, als ik om 17:15 de deur uit moet om hier om 18:45 te mogen zijn, had ik het gevoel dat ik wat reclame mocht maken. Dat is dan daarmee gebeurd. Ik wens u verder een buitengewoon plezierig 2012 toe. En ik moet u zeggen dat ik buitengewoon aangemoedigd ben ook door de uitkomsten van de verkiezingen die er zijn. Ik heb op geen van die beide partijen gestemd. Dat doet u misschien pijn, maar ja, desondanks vind ik toch dat Nederland met veel gezond verstand gestemd heeft. En ik hoop dat daar iets uit gaat komen wat de lichtpuntjes die ik toch heel duidelijk onderken zwaarder gaat aanzetten. En dat we naar eigenlijk de sterke punten die het land kent en die deels in ondernemers zoals u zitten met veel enthousiasme zullen vervullen. Dank u wel. Ik zou een aantal van jullie even aangeven. Ja, precies. Ik stel voor dat we een paar vragen stellen. Is daar achter u? Ja. Goedemorgen. U had het over cynisme en cultuurverandering, want daar waar zei het ook over. Nieuwe werkelijkheid. Denkt u dat het echt nog wel mogelijk is dat we de runnen van dit land overlaten aan politici? Hoe kijkt u dat tegen? Bankier zijn is een vak, hè? En op het moment dat je een politicus aan een bank toevertrouwt, en zonder dat u nu de verkeerde conclusie gaat trekken, wat dat bedoelt, dan vraag je om ongelukken. En ik denk eigenlijk dat het ook zo is als je het omdraait. Er zijn omstandigheden waarin ik me voor kan stellen dat een zakenkabinet wenselijk zou zijn. Ik denk dat ook wel eens, maar uiteindelijk denk ik toch dat er zitten zoveel nadelen aan. Zeker als je kijkt naar de traagheid van de besluitvorming. Ik heb wel eens een politicus als commissaris gehad en een lange beslissing. En dan zei iedere keer wat is het draagvlak daarvoor. Dan zeg ik, ja, dat interesseert me geen donder. Dat is de juiste beslissing. Hè? En we moeten dat draagvlak, die vraag moet je daarna beantwoorden. Maar dat kan niet het uitgangspunt zijn. Dus het is zo'n andere wereld. Maar ik denk dat als je, tenzij er buitengewoon extreme omstandigheden zijn, en ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat het verstandig zou zijn om een zakenkabinet te hebben, juist omdat wij met z'n allen als ondernemers nou net te weinig gevoel hebben voor datgene waar een politicus zo in geworteld is. Dat zijn dingen als draagvlak, compromissen, consensus, dat soort zaken. Aan de andere kant, meneer Berlusconi had er blijkbaar zo'n puinhoop van gemaakt dat het daar paste. Maar ook als je kijkt naar de aard van de mensen die daar zitten, zijn dat niet echt ondernemers die daar zitten. Dat zijn toch mensen die, laten we zeggen, uit de hoger onderwijs, werkgeversachtige
organisaties achter de omgeving komen. Dus ik ben er geen voorstander van, maar soms slaat de stoom mij ook uit de oren. Een laatste vraag voor meneer. Het hoeft niet hoor. Doris, dankjewel. Ja, dankjewel. Dames en heren, als voorzitter van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer is mijn taak vandaag wederom tamelijk overzichtelijk. Ik mag afsluiten en ik doe dat niet zoals u van mij gewend bent, zonder nog enige prikkelende opmerkingen mee te geven aan de bankier en de politici, politicus moet ik zeggen, meneer Zijlstra. We hebben vandaag, ik moet u weer blijven staan, een jonge hond, mag ik het zo zeggen, als u mij verontschuldigt, en een oude vos aan het werk gezien. En ik vond het in ieder geval bijzonder boeiend. Ik heb 2 jaar geleden, toen de heer Dekkers hier opstond, al gezegd dat ik het toch wel heel bijzonder vond dat hij vlak na het uitbreken van de crisis als eerste en eigenlijk ook wel enige topbank hier in Nederland sorry heeft gezegd. En hij heeft in een interview, naar de hand heb ik gelezen, ook gezegd: wij hadden het moeten weten. En wij hadden onze klanten daarvoor moeten waarschuwen. Meneer Dekkers, in januari vertrekt u bij Van Lanschot. U noemde het zelfs het klein duimpje onder de systeembanken. Maar u zei het net zelf al, en dat is toch wel bijzonder, dat Van Lanschot zijn eigen broek wist op te houden. En u had het over het diverse bankenlandschap. Maar ik weet niet, als u de kosten van depositogarantiestelsel inprijst, dan hebben we eigenlijk in Nederland nog 2 soorten banken. Dat zijn staatsbanken en staatsbanken. We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we eigenlijk buiten de bankiers, en je zult misschien zeggen, daar komt hij weer, maar ik kan er ook niks aan doen dat in het afgelopen jaar toch weer een aantal zaken naar boven zijn gekomen waarvan ik zeg van ja, we moeten toch ook naar een andere mentaliteit toe in dit land. Ik begrijp van meneer Dekkers dat meneer Wijfels geen bankier kan worden genoemd. Maar ik heb hem hier toch horen zeggen, en ik was het daar van harte mee eens, dat geld is geen doel, maar een middel. Een middel om op deze planeet op een goede manier samen te kunnen leven. En wat we nou de afgelopen jaren hebben gezien, en dat wilde ik de staatssecretaris meegeven, is dat de mentaliteit die is komen overwaaien aan de overkant van de oceaan, van de city, namelijk too big, too fail, nu opeens zien opkomen bij allerhande andere semi-publieke organisaties. Ik heb genoteerd dat we in het afgelopen jaar hebben kunnen kennismaken met systeemwaterschappen, met systeemwoningbouwcoöperaties, met systeemziekenhuizen, systeemscholen en straks krijgen we misschien ook systeemverzekeraars. En wie weet wat er nog allemaal meer aan semi-publieke bestuurders door de accountants zal worden ontmaskerd. Al die organisaties die in ons eigen land moeten worden gered, maar waarvan de bestuurders ermee wegkomen. En die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun daden. Meneer Zijlstra, ik denk dat daar voor het nieuwe kabinet ook nog een schone taak ligt. En misschien ook wel een begin van een oplossing om uit een bepaalde mentaliteitscrisis te komen. Tot zover de algemene terugkerende jaarlijkse opmerkingen van mijn kant. Ik wil nu nog iets zeggen over het onderwijs. Toen ik op de middelbare school zat, het begin van de mammoetwet, toen maakten we flauwe grapjes en toen zeiden we ja, als je omhoog kijkt, dan haal je daar de inspiratie vandaan en je kijkt naar beneden voor de concentratie. En naar je buurman voor de informatie. Dat was een hele andere tijd en er is in de laatste jaren wat mij betreft te zien dat er veel in het onderwijs is veranderd. En ik denk ook dat de staatssecretaris, de manier waarop die ook hier stond, recht door zee, op zijn doel af, daar een bijdrage aan heeft geleverd. Het maken van keuzes en daar ook aan vasthouden, daar consequenties aan verbinden. Dat gaat resultaten opleveren. Daarvan ben ik overtuigd. En het is de vraag
of de heer Zijlstra de kans zal worden gegeven om die plannen die hij nog heeft geuit waar te maken op zijn eigen terrein van het onderwijs. Maar als dat niet zo is, ik ben gezien zijn leeftijd, zijn staat van dienst, maar ook zijn politieke kleur, ervan overtuigd dat we nog veel van Halbe Zijlstra zullen gaan horen. Wat betreft de RVUZ, ik ga afsluiten. Wij laten ons, om met meneer Dekkers te spreken, geen crisis aanpraten. Wij gaan aan de slag. En ik dank u voor uw komst en ik wens u een fijne dag met vooral veel prettige Zoetermeerse zaken. Dank u wel.